Laten we zeggen dat ik deel heb uitgemaakt van een team wat dit vaccin heeft ontworpen en de eerste fases van ontwikkeling heeft doorgeduwd. Was het toch wel een feestje dat het gisteren officieel ook in Europa is goedgekeurd? Tuurlijk, we hebben daar met plezier bij stilgestaan, maar zoals iedereen tijdens deze pandemie werken wij ook vanuit huis. Dus dat zijn toch nog steeds wel een beetje beperkende omstandigheden om het feest groot te vieren. Dus wij verheugen ons nog op wat er hopelijk voor ons in het verschiet ligt om dit succes echt tot ons door te laten dringen en te vieren. Ja, er zijn eigenlijk een paar spannende momenten. Ik denk het kiezen van het vaccin waar we mee door wilden gaan, dat was natuurlijk een groot besluit. Want als je daar de verkeerde kandidaat kiest, heeft dat natuurlijk grote gevolgen. Maar ik vond ook echt een heel spannend moment dat we de database hadden gelokt naar de fase 3-studie om voor de eerste keer te gaan kijken naar de effectiviteit van ons vaccin. Dat was natuurlijk wel een heel spannend moment. Want dan weet je dat je er gewoon niets meer aan kunt doen. Er gaat gewoon een getal uitrollen. Dus dat was wel heel spannend, ja. Kijk, eerlijkheid gebied moet zeggen dat de eerste keer die totale effectiviteit, ja, dat was toch vergeleken met de andere wat aan de lage kant. Maar toen we konden inzoomen op de details en konden kijken naar hoe effectief is het vaccin tegen ernstige COVID, tegen ziekenhuisopname, tegen dood. En dat waren natuurlijk gewoon hartstikke goede, stevige resultaten. En dat stemt ons natuurlijk wel heel positief. Terwijl natuurlijk die ernstige gevallen is veel duidelijker dat daar echt wat aan de hand is. En dat ons vaccin heel hoog beschermt tegen ernstige COVID. Ja, dat is toch echt wel heel goed nieuws. Nou hebben jullie gekozen voor een enkel shot, hè? Een enkele prik. Hoe durfden jullie die keuze te maken? Ja, nou daar is wel heel wat discussie over geweest of we dat aandurfden. Wij hadden hele goede data in dieren dat een enkele dosis van ons vaccin volledige bescherming gaf, zowel in de longen als in de neus. En we wisten vanuit andere programma's dat een enkele dosis van ons vaccin best lang goede immuunrespons kon geven. Dus dat was eigenlijk nadat we ook de data zagen van onze fase 1-studie, dat we een hoog percentage hadden van mensen die reageerden op het vaccin, die ook echt antistoffen begonnen te maken, ook immuuncellen aanmaakten. Dat gaf ons vertrouwen dat het vaccin eventueel als een enkele dosis zou kunnen werken. En dus hebben we dat als een, ja, ik denk niet een risico, maar echt als een bewuste strategie genomen. Maar daarnaast ook een studie gestart waarin we twee doses testen voor het geval één dosis niet zou werken. En als je nu straks een prik van het Leidse vaccin hebt gekregen, kan je dan ongeveer aangeven hoe lang je immuun zal blijven? Nou, dat is nu nog steeds gebaseerd op data vanuit onze fase 1-studie, hoe lang de immuunresponsen goed blijven. En op data vanuit onze dierproeven, waarbij we na 6 maanden hebben gekeken of de dieren nog steeds beschermd waren. Van daaruit denken we dat we minstens 6 maanden hebben en waarschijnlijk langer. En dat is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. De data die nu gepubliceerd zijn, die zijn gewoon echt hartstikke solide. Maar inderdaad voor vragen over hoe lang blijven mensen beschermd, dat is voor alle vaccins die nu toestemming hebben voor gebruik nog een onzekere factor. Er werken intussen heel wat mensen bij jullie in Leiden, maar jullie zijn onderdeel van een multinational. Moet je nou zeggen dat jullie een klein radertje in een grote machine zijn, of zijn jullie toch wel een belangrijk, vrij groot radertje? Wij zijn een heel groot radar geweest in dit programma. Want echt de hele vaccinactiviteit, ook van Johnson & Johnson, zit in Leiden. Daar hebben ze ooit ons voor overgenomen en dat is verder uitgebouwd. Dus echt het vroege werk aan het ontwerp van het vaccin en het in productie nemen, dat is allemaal in Leiden gedaan. Ook de eerste fabriek staat in Leiden, maar natuurlijk in reactie op de pandemie en op de behoefte aan veel meer vaccins is er uitbreiding geweest van fabrieken en die staan niet meer allemaal alleen in Nederland. En dat is natuurlijk ook verstandig om dat ook te verspreiden over de wereld,
zodat ook je toeleveringsmanier vergemakkelijkt wordt, dat je dichter bij de consument kunt produceren. En dat deel is natuurlijk echt wel de verdienste van Johnson & Johnson, dat ze daarop hebben ingezet. En ook, kijk, een trial van bijna 44.000 mensen, dat is echt heel veel werk. En daar gebruiken we externe mensen voor, hè, dus de bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Maar dat wordt ook aangestuurd vanuit klinische operaties, clinical operations noemen. En dat is ook een ander onderdeel in die grote Johnson & Johnson organisatie dan wat er alleen in Leiden zit. Ja, het is 80% Hollands glorie, maar we hebben echt wel de hulp van anderen nodig gehad om het tot dit punt te brengen. En het is goed om te snappen dat we moeten het vaccin natuurlijk maken. Hè. Dat gebeurt in van die grote bioreactoren. En dan heb je het vloeistof wat uiteindelijk de arm in gaat. Maar dat moet natuurlijk ook in potjes gestopt worden. En daar moeten labels op geplakt worden en zo. En dat, ook dat heet allemaal productie. En dat zijn vaak verschillende fabrieken waarin dat gebeurt. En dus voor al die verschillende onderdelen hebben wij nu fabrieken neergezet maken wij gebruik van bestaande capaciteit inderdaad op vier verschillende continenten. En op dit moment gebeurt het verpakken van de vaccins die in Leiden worden geproduceerd nog in de VS, toch? Ja, en ook is er een productielijn in Zuid-Afrika opgestart. Is er ook een deel van die productie die in België plaatsvindt. Dus daar plakken we weer de labels erop. Dus zo'n vaccin mag reizen in deze tijd van lockdown. Ziet dat vaccin meer van de wereld dan wij. Ja. Ja. Wanneer krijgen we het in Nederland? Ja, nou, we zijn als bedrijf echt bijzonder blij dat we ons kunnen houden aan het doel om vanaf de tweede helft van april te gaan leveren. Dat was ook het oorspronkelijke plan. Mensen zijn nu een beetje teleurgesteld dat die leveringen niet meteen op gang komen nadat de goedkeuring is gegeven. Maar dit was gewoon de planning. En het zijn echt hele grote operaties natuurlijk. Dus dat stuur je niet zomaar bij. Mensen moeten zich ook realiseren dat we echt leveren wat we maken. Dus we hebben niet ergens een voorraadje waar we op zitten. En er wordt echt dag en nacht gewerkt door mannen en vrouwen die heel erg toegewijd zijn aan zo snel mogelijk het vaccin beschikbaar maken voor de wereld.